Hey, welkom in het museum. Dit zijn Sawelle. Ik neem jullie mee voor een sneak preview van de nieuwe tentoonstelling. We gaan nu de eerste verbouwing bijna afronden. We gaan zo meteen kijken. En over een half jaar inderdaad, dan gaan we het enige gedeelte dat nu nog niet verbouwd is, ook verbouwen. En vanaf dan worden telkens, wanneer er weer een nieuw thema zich aandient, worden de oude een beetje ingedikt en dan komt er weer iets nieuws bij. Dus inderdaad worden telkens een beetje anders. En ze zijn nu net klaar met opbouwen, dus ze staan nog een beetje boksen en zo. Die zijn de zaterdag natuurlijk allemaal weg, maar dit geeft alvast een prachtige indruk van de schaduwen die je krijgt. Je komt vanuit de tentoonstelling, kom je zo gelopen. En dan liggen hier nog een beetje zo die touw, dus dan weet je dat je zo die kant naar beneden moet. We zijn nu in wat voorheen de tunnel was, maar dit is nu ook een tentoonstellingszaal. En daarachter staat dan weer een uit schimmel gegroeide jurk. Nou, dan zijn we dus hier in de fabriek. Hij is bijna klaar. Als in de stellingkasten zijn ingericht. De werktafels worden over 5 minuten, dus we zijn net te vroeg allemaal op een plekje gezet. Maar als je ziet, dan zie je al, dat zijn echte brute werktafels waar kinderen dus ten alle tijde, iedere dag, aan 15 verschillende opdrachten kunnen werken. En in principe kun je alles zelf. Er is natuurlijk wel altijd wat hulp. En je ouders die mogen helpen, of je opa of je oma of je broer of zus. Met z'n allen maken. Dat is waar het om gaat. En met al deze mooie spullen moet dat volgens mij heel goed lukken.